Episode 40. Welkom bij de Sophie's Choice Podcast Show. Met meer dan 15.000 downloads in slechts 5 maanden tijd en de nummer 1 plek in de iTunes Top 100 mag ik wekelijks honderden vrouwen inspireren. Mijn naam is Sophie, ik ben psycholoog, schrijfster en onderneemster en mijn intentie met deze podcast is jou helpen en inspireren meer rust en balans te creëren in je leven, zodat je echt het maximale uit jezelf, je leven en je bedrijf of carrière kunt halen. Heel veel luisterplezier. Unique and perfect is what you are. Your miracle will come true. Sophie's Choice. Ik moet eventjes een podcast opnemen. Ik ben net bij een klant van mij geweest. Zoals jullie, ja, ik weet eigenlijk niet of jullie dat weten, maar ik doe eigenlijk helemaal geen 1-op-1 coaching. Maar dit is een klant van mij die ik al ken helemaal vanaf de beginperiode. En zij heeft eigenlijk tot nu toe al mijn programma's bij mij geboekt. En zij had me gevraagd om haar te helpen in gesprek te komen met haar intuïtie. En ik heb met liefde een uitzondering voor haar gemaakt. Dus ik ben bij haar geweest en ik heb haar dus geholpen om echt in gesprek te raken met haar intuïtie. Maar eigenlijk verder dan dat. Want ze sprak al enigszins met haar intuïtie een poosje. Alleen, ik heb haar eigenlijk in contact gebracht met haar source energy. Want meestal als we beginnen met dit proces, dan vinden we het een soort van veilig om het te noemen dat we in gesprek raken met onze intuïtie. Maar wat mijn gift eigenlijk is, is jou in contact brengen met je source energy. En wat ik dus zo magisch vond om te ervaren, is dat zij gewoon, weet je, ik ben natuurlijk ook onzeker. Ik heb ook mijn onzekerheden. Dus ik denk van tevoren dan in het begin ook van, oh my god, weet je, lukt dat wel? Lukt het mij om haar in contact te brengen met haar source energy? En we begonnen en het was zo magisch, want binnen een 5 seconden was ze er. En kon ze haar source energy volop voelen. Weet je, er kwam niks door vanuit haar hoofd. Ze kon gewoon haar source energy helemaal voelen. En ze voelde die warmte en die liefde van die source energy. Ze moest ook huilen. En tijdens dat gesprek hebben we echt talloze vragen waar zij mee zat, heeft ze kunnen stellen aan haar source energy. En het proces om te zien was zo magisch. Omdat ik echt kon zien dat ze volledig in contact was met haar source energy. En tijdens dat gesprek kon ik dus ook zien, en dat kon zij zelf ook ervaren, dat ook haar ego-stuk steeds naar voren kwam. Dus elke keer als haar source energy haar iets teruggaf, kwam ook haar ego naar boven, die vervolgens allemaal drogredenen bedacht waarom dat niet kon, of allemaal tegenvragen stelde. En dat is dus zo cool, want die stem, die ego-stem, die vragen die de ego-stem eigenlijk weer oproept, kun je vervolgens weer opnieuw stellen aan je source energy. En zo breng je eigenlijk een gesprek op gang waarbij er zo'n waarde uitkwam. En zij had echt een paar essentiële vragen die haar gewoon bezig hielden. Van of zij door moest gaan op de ingeslagen weg. Of ze iets wel of niet moest doen ten aanzien van haar bedrijf. Weet je, ze had een aantal hele concrete vragen waar ze gewoon niet uitkwam. En in dat gesprek met haar source energy was het kraakhelder. Weet je wel, geen enkele twijfel meer. Het antwoord was zo duidelijk. En toen moest ik ook lachen, want we spraken, daarna waren we natuurlijk even aan het napraten. En het is niet zo dat ze dat antwoord niet al van andere mensen ook had teruggekregen. Weet je, haar partner had bijvoorbeeld ook al gezegd van, ga dit gewoon zo doen. Terwijl toen haar partner tegen haar zei, ze het helemaal niet kon voelen. En dat is de magie van je source energy. Als jouw source energy iets tegen jou zegt, dan komt het zo vanuit een diep level dat je eigenlijk niet anders kan dan er naar te luisteren. En dat is natuurlijk dan wel de vervolgstap om er ook echt naar te luisteren. Maar ik kon gewoon bij haar zien dat ze hem zo diep kon voelen dat ze eigenlijk niet anders kon dan het gewoon doen. Terwijl ik haar ken en ik weet dat ze dat super eng vindt. En haar ego, haar perfectionistische kant, die roept aan alle kanten, oh my god, nee, dat kan ik niet, dat ga ik niet doen. Nee, 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 nee. En ik zag gewoon dat ze er gewoon compleet tegen inging en zei, fuck it, ik ga het gewoon doen. En dat is echt de gift van in contact komen met je source energy. En nu voel ik ook weer opnieuw waarom 7 april zo waardevol en magisch gaat zijn. Omdat dit is wat ik je ga leren. Ik ga je leren hoe je in contact komt met je source energy. En dit is gewoon mijn life mission. Dat voel ik aan alles. Dit is wat ik groots ga
ga doen. Dit is waar mijn toekomstige programma's op gebaseerd gaan zijn. Ik voel aan alles dat ik nieuwe programma's ga lanceren. Ik heb nog geen idee in welke vorm, hoe ik het ga doen. Ik ga ook hogere prijzen vragen. Ook dat heb ik doorgekregen van mijn Source Energy. Ik voel aan alles dat ik next step ga. En ik heb nog geen idee hoe. Maar stap voor stap zal ik er komen. En het feit dat ik daarin geleid word, geeft mij zoveel rust. En het stukje vertrouwen is echt een ding voor mij. Ik heb deze week wel 4 keer de kaart getrokken. Geduld. En een paar keer ook een kaart die echt vertrouwen aangaf. Want dat is wel echt mijn ding. En van heel veel vrouwen, volgens mij van heel veel van jullie die ook luisteren. Vertrouwen en rust is gewoon hartstikke moeilijk. En ook daarvan heb ik heel duidelijk doorgekregen van Rose. Om dat een onderdeel te maken van 7 april. Dat ik jullie ga leren. Los van het feit van hoe je in contact kan komen met je Source Energy. Hoe je ook in dat stuk vertrouwen en geduld kan komen. En gisteren heb ik een hele inspirerende dag gehad. Waarbij ik heel erg in de flow zat. Ik heb heel veel geschreven. Ik heb heel veel vorm gegeven ook aan 7 april. En ik heb eigenlijk dus mijn 7 sleutels die ik helemaal aan het begin van, ik noem het maar even mijn carrière, heb gelanceerd in mijn e-book, de 7 geheime sleutels van ultiem geluk. Ik kwam dus gisteren achter dat ik eigenlijk die 7 sleutels opnieuw heb geschreven, maar dan helemaal herschreven op een veel dieper niveau. Allemaal gekoppeld aan opdrachten, zodat je ze ook echt in de praktijk kunt gaan brengen. En die ga ik dus ook op 7 april onthullen, die 7 sleutels. De vernieuwde 7 sleutels op diep niveau in combinatie met opdrachten en dan in combinatie met in contact komen met je Source Energy. Oh my god, ik heb er zo'n zin in. En dat wilde ik delen. En ik wil jou echt uitnodigen om je open te stellen om in gesprek te gaan komen met je Source Energy. Ik heb in mijn gratis community, de Empower Your Mindset Community, onlangs ook een meditatie gedeeld van iemand die ik ook niet kende. Die meditatie kwam op mijn pad. En dat is ook een meditatie die je helpt om in contact te komen met je inner guide of je Source Energy, hoe je het ook wil noemen. Ik zal die ook in een link plaatsen van deze podcast episode. En wat ik dus zo ontzettend cool vond, een van de vrouwen die dus die meditatie had gedaan, die had dus tijdens de meditatie ook gevraagd, wat is jouw naam? He, van haar Source Energy. En toen kwam er een naam door. En haar ego natuurlijk meteen tegen haar zegt van, nee, dat is stom, dat heb je gewoon zelf verzonnen. Stomme naam, weet je, whatever. En toen zat ze dus in de auto. Dat had ze dus, ze had er ook een foto van gemaakt. Ze zat dus een paar uur later in de auto. En toen zag zij die naam die ze had doorgekregen als sticker op een auto geplakt. En ik dacht echt van, oh my god, hoe cool is dit? En hoe magisch is het dat ik hier een onderdeel van mag zijn? Dat ik vrouwen hierin mag helpen om in contact te komen met hun Source Energy. Want echt waar, dit is het allermooiste cadeau wat jij je in je hele leven kunt geven. Want wat ik ervaar en wat ik net ook bij mijn klanten heb ervaren, is dat opeens die eenzaamheid die we denk ik allemaal wel op een bepaald level ooit hebben gevoeld en ik heel lang heb gevoeld, dat die gewoon verdwijnt. Dat je weet, ik heb altijd iemand die onvoorwaardelijk van me houdt, die bij me is en die ik gewoon kan vragen en het antwoord komt gewoon. En die magie, dat is echt het mooiste cadeau wat ik mezelf heb mogen geven. Het mooiste cadeau wat ik tot nu toe mijn klanten heb mogen geven. En waarvan ik gewoon uit het diepste van mijn hart voel dat dit is wat mijn missie is. En ik hoop ook dat mijn reis jou zal inspireren. Weet je, ik zei ook net tegen die klant, ik ben begonnen met een webshop naast mijn werk als psycholoog. Dat was mijn startpunt. En kijk waar ik nu sta. En moet je nagaan waar ik dan volgend jaar sta. Of over 2 jaar of over 3 jaar. Het wordt alleen maar nog magischer. Het is een reis. Het is een proces. En de kunst is om niet alles meteen uit te willen denken. En niet te wachten tot alles perfect is. Want het wordt nooit perfect. Laat je leiden door je Source Energy. Laat je leiden door je inner guide. En dan gaat de magie ontstaan. En hoe je dat doet, dat kun je echt leren. Er is niemand die dit niet kan. Iedereen kan dit. Als jij ervoor open staat, geloof me, dan kun je dit. En ik had in de eerste instantie ook bij haar, waar ik vandaag ben geweest, niet per se gedacht
dat dit haar pad, dat zij dit zo zou willen, dat zij daar open voor zou staan. Maar ze stond daar zo open voor. En daardoor kon ze het ook zo goed ontvangen. En ik weet nu gewoon, voor het eerst voel ik ook van binnen die innerlijke rust bij haar. Dat ik denk, oké, nu kan ik het helemaal loslaten. Ze weet nu hoe ze het moet doen en ze gaat het ook gewoon doen. En dat is zo'n fantastisch gevoel dat je iemand dat kan geven. En dat je gewoon weet, oké, nu gaat ze gewoon de wereld veroveren op haar manier. En de wereld nog mooier maken met haar gift. Omdat ze nu eindelijk weet en voelt hoe ze daar kan komen. En hoe ze de guidance kan ontvangen die ze nodig heeft, die we allemaal nodig hebben. Dus even een quick bonus episode over in contact raken met je source energy. Voor sommige vrouwen noemen het nog een intuïtie. Maar geloof me, als je met mij aan de slag gaat, dan gaat het veel dieper dan je intuïtie. Dan wordt het echt je source energy. En dan zul je gaan voelen hoe magisch dat is. En die magische ervaring gun ik gewoon iedereen. En ik heb haar ook een aantal praktische tips gegeven over hoe je dat gesprek op gang kunt brengen. Ik heb haar nu natuurlijk begeleid. Dat ga je ook leren op 7 april. Dat ga je ook al een stukje leren in de masterclass. Leren communiceren met je intuïtie. Maar ik heb haar dus ook gewoon een aantal praktische tips gegeven over hoe je dat kunt doen. En een manier hoe je het kunt doen is echt je vragen van tevoren op te schrijven. Wat er namelijk gebeurt is de ontvangmodus en de uitzendmodus zijn twee verschillende modussen. En het is heel lastig om tegelijkertijd je vragen te bedenken als je echt die diepe connectie met je source energy voelt. Want als je daar zit op die plek van ontvangen, dan voel je je zo geliefd en zo rustig dat je eigenlijk al je vragen verdwijnen. Omdat je dan gewoon denkt, oké, ik voel gewoon zoveel vertrouwen en peace. Ik heb geen vragen meer, maar die vragen zijn er wel degelijk. Dus ik zeg ook altijd van stel je vragen van tevoren op voordat je dat gesprek aangaat. En net heb ik ook tegen haar gezegd van weet je, als je kunt het ook doen door schrijven. Dat zal ik ook in een masterclass gaan leren hoe je het door middel van schrijven kunt gaan doen. Maar als je het door middel van een gesprek doet zoals wij het vandaag hebben gedaan. Weet je, neem je antwoorden ook op en schrijf ze daarna op. Want de antwoorden die je doorkrijgt zijn echt magisch. En zo krachtig om er ook steeds bij terug te pakken. Ik praat altijd eerst met Rose en dan ga ik schrijven. En die boodschappen, die ben ik nu ook aan het uitschrijven. En dat is gewoon een boek aan het worden. Dat is gewoon mijn nieuwe bestseller, dat weet ik nu al. De woorden die ik van haar doorkrijg zijn zo magisch. En dat is gewoon waar ik jullie nog verder mee ga helpen. Dus hier wil ik mee afsluiten. Ik wens jullie een hele mooie dag. Ik ben intens gelukkig, ik kan niet anders zeggen. En dat intense geluk, dat gun ik jou ook. Oké? Geniet van je avond, je middag, je nacht, I don't know. En vergeet niet, als je hier verder mee wil, om de meditatie te beluisteren die ik in de beschrijving ga plaatsen. Het is dus niet mijn meditatie. Ik zal zeker onderzoeken of ik ook een eigen meditatie kan gaan schrijven hierop. En ik wens je hier een hele mooie reis in. En hopelijk tot 7 april. Ik zal de link naar de ticketverkoop ook nog een keertje in de beschrijving van de podcast episode plaatsen. Ciao voor nu.